allemaal. Vandaag is het weer tijd voor een tag en dit keer de Me Time tag. Dus ik heb een lekkere kop hete thee en laten we snel beginnen. Ik zag deze tag onder andere bij Essie Button, daar begon het. Ik vind Essie Button trouwens hysterisch. Ik volg haar echt al heel erg lang en ik vind haar echt heel komisch. Dus als je haar nog niet kijkt, het is een Engelse of eigenlijk een Canadese-Engelse YouTuber. En zij zei, ja, ze is heel leuk, maar goed. En daarna zag ik ook al Vera Camilla, dus ik dacht... Ik ga de MeTime tag doen. Ik heb een fluffy sweater aan, dus laten we snel beginnen. Wat kijk of lees je tijdens MeTime? Ja, dat kan verschillende dingen zijn. Wat ik bijvoorbeeld lees is de Cosmopolitan of de Glamour. Dat zijn de twee tijdschriften waar ik op ik al jaren en jaren geabonneerd ben. Dat vind ik heerlijk om lekker in de weg te kruipen onder de deken en dan lekker tijdschriften lezen. Maar wat ik... laatste jaren ook heel erg graag doen is YouTube filmpjes kijken. Daar kan ik me ook uren mee vermaken. En op tv, ja, of ik kijk een romantische comedy of zo. Of het zijn gewoon, ja, gewoon leuke series. Ik ben, ja, vorige keer altijd Gossip Girl. Tegenwoordig is het Heart of Dixie. Of ik kijk MTV-series. Of nou ja, maakt niet zoveel uit. Ik vind het gewoon sowieso lekker om in mijn eentje op de bank tv te kijken. Wat draag je tijdens MeTime? Hashtag no bra. Nou, definitely no bra. Ik heb nu al een BH aan. Dat leek me wel zo netjes voor de gelegenheid. Maar nee, het eerste wat ik doe als ik thuis kom... Oh, sorry voor de herrie trouwens. Is de badkamer aan het schoonmaken. Dat is... Ik haat de badkamer schoonmaken. Stofzuigen, wc schoonmaken, dat maakt me allemaal niet uit voor de badkamer. Ik heb zo'n hekel aan. Maar goed, anyways, wat ik draag tijdens mijn dag is in ieder geval sloffen en een joggingbroek. En het liefst allemaal zo wijd mogelijk en een lekkere fluffy trui. Deze is van Forever 21, maar het kan ook gewoon een hele grote trui zijn, een capuchon trui. Ik heb ook zo'n heerlijke trui met zo'n soort berenvelletje erin, die is ook heel lekker. Of een onesie, dat draag ik ook graag. Ik hou het nu aan de lijn te drogen. Maar ja, als het maar comfortabel is. Zodra ik thuis kom, gaat alles uit en de comfy kleding aan. En dus ook inderdaad geen BH. Nee, en mijn haar gaat omhoog. Want dat heb ik dan ook. Wat zijn je favoriete beauty producten om tijdens MeTime te gebruiken? Maskertjes. Wat ik doe als ik een wat langere MeTime heb, dan ga ik... eerst gewoon even lekker douchen en dan met mijn Clarisonic mijn gezicht reinigen. Dan ga ik mijn gezicht scrubben. Dan uit de douche, dan een maskertje op en dat laat ik dan liefst zo lang mogelijk zitten. En soms doe ik zelfs dan ook nog een haarmaskertje erbij. En dan als dat allemaal lekker helemaal is ingetrokken, dan reinig ik mijn gezicht. Dan ga ik er even een tonic overheen en doe ik gewoon een hele rijke crème op en een hele lekkere body lotion. Ik heb nu de, is mijn favoriet, de Victoria's Secret Vanilla Lace. Het is een body and hand cream en die vind ik echt heerlijk. Maar ook body butters van de body shop. Zo. Heel soms ga ik in bad. Ik ben echt meestal na 10 minuten heb ik het zo heet dat ik er weer uit ga. Maar dan gebruik ik gewoon een lekkere bruisbal van Lush of zo. En dan doe ik het hele proces. Ja, dat zijn een beetje de producten. Gewoon lekker rijk en hydraterend. Wat is momenteel je favoriete nagellak? Nou, ik heb nu een hele gaaf op. Het is een matte van Rimmel. Maar mijn favoriete nagellak is eigenlijk degene die ik in Amerika kocht. De Doutzen's Nude van de L'Oreal collectie. Maar ja, die hebben we volgens mij niet in Nederland. En het is echt een hele, hele, hele mooie kleur. Dat is wel eentje. Die zie je terug in mijn favoriete van september. Even kijken. Wat drink en eet je tijdens MeTime? Ja, dat is natuurlijk een hele vervelende vraag, want ik mag nu niet zo heel veel. Dus wat ik drink is in ieder geval dus thee. Thee. En ik drink hele, hele slappe thee. Je zou het nu niet zeggen, maar dit is herfstdom. Die is van zichzelf vrij donker. En die drink ik ook wel iets zwaarder dan ik me normaal. Maar bij groene thee zie je bijna niet eens dat ik iets anders dan water in mijn glas heb, zeg maar. Maar ik drink altijd gewoon een kop thee. Dat vind ik heerlijk. Vooral nu herfstdom. Dat vind ik echt... Oh, man... Zo lekkere thee. En eten, als ik zeg maar alles zou mogen eten, dan zou het chocola zijn of M&M's. Maar goed, dat mag ik allemaal niet. En wat ik, ja, nu ja, heb ik gewoon niet zo heel erg een favoriete snack. Olijfjes eet ik bijvoorbeeld dan wel eens, maar dat combineert weer niet echt met thee.
Olijf snack ik dus wel eens, of nootjes, of soms naturel chips of tortilla chips, dat mag ik dan ook. Maar ja, het lievelings is dan toch wel chocola om te snoepen. Wat is momenteel je favoriete kaars? Mijn favoriete kaars op dit moment, ja, ik ben niet echt enorme geurkaars, iemand die enorm veel geurkaars in staat, maar ik heb altijd de vaccinelichtjes, de geurvaccinelichtjes van de IKEA. En dan heb ik de vanille variant en die vind ik echt heerlijk. En ik heb er één en ik weet niet hoe die heet, want ze hebben volgens mij al zelf naam, maar het is eentje met van die grijze stenen op de verpakking. En die ruikt een beetje zoals een soort sauna of zo. En ja, die vanille, die hebben we nu aanstaan. Die vind ik heerlijk. Ga je wel eens de deur uit tijdens me-time? Nou, niet als ik echt, zeg maar, me-time, snuggle-up me-time heb. Maar als ik gewoon een dag vrij ben en met niemand iets heb afgesproken, dan ga ik graag naar de stad. Als in gewoon naar het centrum. En dan ga ik gewoon lekker shoppen, gewoon een beetje rondlopen door de stad. Ik vind dat heerlijk. Ik doe vaak met mijn moeder, ga ik op zaterdag vaak even shoppen. Maar als die er niet is of weet ik veel, dan ga ik gewoon even lekker alleen. Of op vrijdag vind ik dat ook heerlijk. Gewoon lekker met je in mijn eentje. Maar zoals bijvoorbeeld gisteren, dan had ik met vriendinnetjes, ging ik gewoon lunchen in de stad. En dat vind ik dan eigenlijk ook een soort me-time. Gewoon lekker met vriendinnen kletsen, lunchen. Ja, echt... Echt gewoon even een beetje meiden kletsen dingen. Ja, nee, leuk. Dus dat vind ik ook me-time. Ga je wel eens alleen naar de film? Nee. Ik ben niet een enorme bioscoopganger. Ik kijk meer gewoon films thuis. En dat doe ik wel gewoon alleen natuurlijk. Maar ik zou niet zo snel in mijn eentje naar de bioscoop gaan. Gewoon omdat als ik dan naar de bioscoop ga, vind ik het gewoon gezellig om dat met z'n tweeën te doen. Maar ik hoef niet per se naar de bioscoop. Bijvoorbeeld Pak van mijn hart, daar wil ik nu heen. En dat is natuurlijk echt een beetje een meidenfilm. Ik heb gisteren met vriendinnetje afgesproken dat we samen naar 50-20 Grijs de film gaan. Oké, dat kijk ik dan wel in de bioscoop. Maar in principe, Nederlandse films kijk ik ook wel vaak in de bioscoop. Maar eigenlijk alle andere films, of bijvoorbeeld The Hobbit. Ja, daar weet ik zeker dat Sven en ik naar de bioscoop gaan. Dan gaan we altijd naar Bijlmer Arena. Dan moeten we de trein pakken. Maar ja... Dat soort films wel, maar eigenlijk niet zo vaak naar de bioscoop. Dus laat staan alleen. Nee. Ik heb er zo heel veel respect voor mensen die een beetje naar de bioscoop gaan. Wat is je favoriete webshop? Ja. Qua make-up denk ik Beauty Bay. En qua fashion ben ik niet heel erg standvastig. Maar ik kijk vaak op Zara, Stradivarius en Bershka en zo. Of... laatst ook weer wat bij ASOS besteld. Maar dat is niet heel erg. En of Lovis heb ik ook laatst wat besteld. Het is niet. Nee, het is, ik heb niet één favoriete webshop waar ik uren op de site rond kan surfen. Nee. Heb je nog iets toe te voegen? Nou. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben echt dol op me-time. Ik heb het gewoon soms ook even nodig. Ik vind ook bijvoorbeeld wat ik ook wel eens doe tijdens me-time is gewoon lekker. Bijvoorbeeld laatst heb ik al mijn broeken uit mijn kledingkast gehaald. Ik heb vrij veel broeken. En heb ik alles, want ik wissel nogal van maat, zeg maar, ook met dat hele buikgebeuren en zo. En ik heb nu laatst al mijn broeken aangetrokken en dan gesorteerd op of het model is, zeg maar, nu uit. Maar misschien komt het ooit wel weer in. Of te groot of te klein, maar die ga ik dan niet weggooien. Want wat ik al zei, mijn maat... wisselt nogal. En nu kan ik, zeg maar, eigenlijk al mijn kleine broeken aan. Dat is echt heel erg fijn. Maar dat soort dingen doe ik ook wel eens met me-time. Of ik heb nu een plan om volgend weekend een beetje mijn make-up te gaan opruimen. Weet je, dat soort dingen doe ik ook gewoon graag tijdens me-time. Gewoon lekker een beetje op de grond zitten tussen al je make-up of je kleren. En gewoon een beetje de boel weer organiseren. Dus nou, dat was het. Dat was mijn me-time tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik heb niet één specifiek iemand die ik wil taggen. Dus bij deze... tag ik jullie allemaal. Ik vond het echt een hele leuke tag. En ik hou van me-time. Ik ben heel benieuwd of jij ook van me-time houdt. Of dat je het leuker vindt om dingen met mensen samen te doen. Wat ik ook heel erg leuk vind, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik heb wel echt me-time nodig. En dat vind ik gewoon heel lekker. Dus ik ben benieuwd wat jij vindt van me-time. En wat jouw antwoorden zijn om te vragen. En super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! En dan knip je hem gewoon recht.
naar de zijkant toe.